Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms is dat nogal nodig, omdat het uit de hand is gelopen. Ik durf niet meer alleen over straat. En soms weet iemand zelf ook niet meer wat hij te zeggen heeft. Ja, maar ik denk ook dat jij een homo bent. Maar wat is het toch met jou en homo's? Maar altijd komt het goed. Hey. Nee. Hey, en deze week zijn er heel veel mensen boos, waaronder deze twee. Hey, jullie zijn boos, hè? Ja. Ja. Op wie? Oh, ja. Oké, deze week de narcistische eigenaar van een tattoo shop, Hella Tets, met een groot ego, maar een heel klein brein. Let op. Oké, hallo vrienden, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even bij het begin beginnen. Er is een Facebookgroep met 3300 mensen die zeggen, ah, hier gaat iets niet goed. We hebben wat anonieme bronnen en jullie twee. Wat is het probleem? Waarom zijn jullie boos? Ik ben boos omdat hij gewoon mensen aan het oplichten is. Ja. En mensen willens en wetens verminkt. En daarnaast ook nog de bedreigingen die hij uit. Ja. Dit gaat gewoon te ver. Ja, vertel eens, want jullie hebben er alle twee gewerkt. Ik heb denk 3 weken daar gewerkt. En het is echt een complete shitshow. Nou, je komt daar binnen met je sollicitatie. Dan kijk je een beetje om je heen, het ziet er niet uit. Dat zijn 3 of 4 stoelen en van die plastic bakken waar je spullen in knallen. Ja. Ja, hij vertelt je hoe het te werk gaat en zegt wanneer kan je beginnen. Ik zeg hallo, moet ik niet eens even wat laten zien van mijn werk of zo. Ja. Moet ik niet mijn werkwezen laten zien of ik al hygiënisch werk. Hij zegt nee joh, geloof het wel. Ik zeg nou, ik heb een model meegenomen, dat ga ik ook gewoon even voordoen. Dan ga je maar zitten kijken. Ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Echt? En vervolgens kijk zo in die lades. Losse open naalden liggen daar gewoon in de bak. Onder een vieze plastic bak met vuile tangen. Waar duidelijk bloed en weet ik het allemaal aan zat. Er was iets met het materiaal inkopen. Je moet met titanium of bioplast piercen. Het liefst gewoon titanium. Dat is eigenlijk protocol altijd titanium. Ja. Gewoon titanium. Ja. En dat wil je dan bestellen. Dat doe je ook. Alleen dat gaat via hem. Ja. Het wordt opgehaald. Jij gooit het in een persoon, in een nieuwe wond. En blijkt het chirurgisch staal te zijn. En dat is niet goed? Nee, daar hebben bijna alle mensen wel die een nikkelallergie hebben, die krijgen daar wel een reactie. En chirurgisch staal is goedkoper? Die veel goedkoper. En hij weet dat? Jullie hebben dat aangegeven? Hij weet dat. Hij weet dat heel goed. Toen ik daarachter kwam, ben ik ook best wel geschrokken. Want ik wist dat niet. En dan ook echt dat mensen naar het ziekenhuis zijn gegaan om een piercing eruit te moeten laten snijden of halen bijna. In die 3 weken tijd heb ik zeker al 4 keer mensen gezien die gewoon klappen van hem hebben gehad, klanten. En dan had hij een dubbele afspraak bijvoorbeeld ingepland, wat hij regelmatig doet. Ja, sorry, moet je een nieuwe afspraak maken. En opnieuw aanbetaling doen. Toen werden de klanten boos en dan gingen ze met geweld eruit duwen. En omdat ze niet weg wilden gaan. En jullie worden ook allebei bedreigd door hem? Want jullie hebben ontslag genomen. Ontslag genomen. Ja. Toen ik daar wegging, zei hij, ging me echt lastigvallen via WhatsApp. En ging hij wilde bellen en ik nam hem gewoon op hoor. Vind ik niet erg. Wat zei hij dan? Ja, ik zeg, ga je teringen inslaan, weet ik veel. Dat soort dingen. Dat is een tijd geleden alweer hoor. Maar, weet je, en ik ga no surrender op je afsturen. En dat soort dingen. Ja, motorbende. Ja. Bij mij is het echt geweest met een brief in mijn brievenbus laten stoppen. Ja. Hij heeft echt mijn naam op internet gegooid met een beloning voor 2500 euro. Ja. Dus na dat dreigement in mijn brievenbus heb ik ook meteen de politie gebeld. Wat zei die? Dat is gewoon intimidatie, ziet de politie dat zo. En is hij daarvoor opgepakt of zo? Nee, nee. Wat willen jullie nou eigenlijk? Ik wil dat hij opgepakt wordt. Ik wil echt dat hij vastgezet wordt. Dit is niet oké. Je kunt niet mensen verminken en daarna ook nog lopen bedreigen en mensen constant lastig vallen. En als dat niet kan, dan wil ik gewoon in ieder geval iedereen waarschuwen. Ga daar niet heen. Nee. Hoe lullig het ook is voor de aankomende artiesten en de mensen die het goed bedoelen. Ja. Maar doe het niet, want het is echt je lichaam. De shop moet gewoon afgenomen worden door de GGD of de NVWA. Hij moet gewoon kappen met dit. Ja. Hij moet gewoon lekker een ander baantje gaan zoeken. Nou Marij. Heel veel zin in. Ja, ja dit, wordt heel, dit wordt makkelijk. Ja, dit wordt gezellig. Ja. Helemaal zin in. Wij gaan het wel even doen. Goed, Hella Tets heeft 3 vestigingen verspreid over Utrecht, Rotterdam en Almere. Nou, die shops zijn dus van Kamjar. Kijken jullie de stoer met zijn dure auto op zijn Instagram. Maar het gaat bij alle 3 de vestigingen niet zo goed. Piercings worden verkeerd gezet. Kijk, hier, hier en hier bijvoorbeeld. En ook tatoeages worden niet goed gezet. Hier en hier en hier. En daarbij adverteert Hella Tets met foto's van tatoeages die ze zelf niet gezet hebben bijvoorbeeld. En het regent ook nog klachten op het internet. Er gaat dus heel veel mis. Maar ook achter de schermen gaat veel fout. En dan komen we eigenlijk altijd uit bij dezelfde man, Kamjar, de eigenaar van Hella Tets. En om daarover te vertellen, hebben we vandaag 2 anonieme getuigen in de studio zitten. En waarom die anoniem zijn, dat ziet u straks. Kijk mee. Oké, jij gaat daar naartoe. Jij zegt,
hé man, ik wil met jouw auto op de foto. Dan is hij in ieder geval buiten, ja. Hoeven we niet zijn shop in. Beter in de winkel. Is veiliger, ja. Ook coronaproof. En vanaf daar kijken we wel eventjes. Ja. Succes, voorzichtig. Oké. We staan nog buiten. Ja? We komen eraan, we komen eraan. Wacht even. Oh ja. Oké, fuck it. Go. Kom. Dag Kamjaar. Hi. We zijn van Boos van BNN Vara. Wat zeg je? We zijn van Boos van BNN Vara. Hi. Hi. Ik wil het graag even hebben over mislukte piercings, mislukte tattoos, bedreigingen en zulks. Oh. Kunt u even over hebben? Nee. Waarom niet? Natuurlijk wel. Ja? Oké, top. We hebben wat ex-werknemers gesproken, wat klanten gesproken, 3000 mensen op Facebook die woedend zijn. Mislukte tattoos, nou, een shitload aan klachten en bedreigingen. Dus we vroegen ons af, hoe zit dat? Volgens mij maar een vraag, geef ik gewoon niks antwoord, toch? Ja, oké, hoe zit het met piercings laten zetten door mensen die daar niet toe bevoegd zijn of nog niet opgeleid zijn? Dat is niet van nodig. Iemand moet gewoon ervaring hebben. Ja, maar als ik ex-werknemers spreek, dan zeggen zij, ik laat mijn portfolio, hoef ik niet laten zien en ik ben niet opgeleid. Nee, zij liegen. Waarom zouden zij liegen? Die jij nu hebt gesproken, die hebben hier gewoon gewerkt. Maar, ja, maar waarom zouden zij daarover liegen? Omdat ze mijn bedrijf willen kapotmaken. Waarom zouden ze dat willen? Ik ben bezig met de rechtszaak. Maar waarom zouden ze dat willen? Het zijn een bepaalde doelgroep die zitten protesteren dat het kapot moet gaan. Maar dus die piercings die gezet worden en alle ervaringen, negatieve ervaringen, ook met jou specifiek, dat is allemaal om jou kapot te maken. Ja, die mensen laten hun piercings ontsteken om jou kapot te maken. Dat leg ik je net ook uit. Die laten hun piercings ontsteken om jou kapot te maken. Nee, de foto die je ziet is niet afkomstig van ons. Begrijp je dat? Nee, ik denk dat je liegt. Ik hoorde ook dat er mensen werken die eigenlijk nog niet bevoegd zijn om op zichzelf te tatoeëren. Dat je die gewoon aanneemt. Zijn? Niet officieel, maar het is toch kwaliteit waarborg je door te zeggen ik heb mensen goed, die het kunnen. Maar goed, alleen volgens de wet en dat hoeft niet. Oké, nou, dan is dat je antwoord. Dan is dat je antwoord. Naar een kwaliteit van artiest en dat neem ik aan of niet. Ja. En dus krijg je tattoos die ongelooflijk mislukt zijn. Toch? Mag jij mij vertellen welke tattoos bestaan? Oh ja, ik heb wat fotootjes hier. Dit soort prutswerk, dit soort prutswerk. Drie. Ja, die hele Facebook staat er voor me, vriend. Dit soort prutswerk. Weet je hoeveel klanten ik heb getatoeëerd? Nou? Ik heb waarschijnlijk 10.000 mensen in mijn zaak getatoeëerd. Ja. En hoeveel zijn het er? Maakt het niet zoveel uit? Het gaat er toch om dat mensen zich massaal verzamelen omdat er iets niet deugt in je shop? Ja, maar dat is ze zoeken. Ik kan ook wel zoeken. Omdat ze jou stom vinden. Ja, kijk, hoe zit het met reclame maken? Nee, wacht even. Ik heb nog wat vragen. Ik moest vragen stellen. Ik kan nu ook een hele ding hier en daar gaan dingen zoeken. Ja. En jou naar beneden halen. Uiteindelijk ga je bepaalde mensen creëren. Okay, nou, dit is jouw werk. Ga je hier en daar en daar en daar. Wat gebeurt er? Ja? Van die 10.000 mensen waar jij langs bent geweest, 10.000 mensen, er zullen 100 zijn die je denken. Ah, kijk hem nou, met zijn haartje naar voren, net een homo. Of dan baardje, oh, net een homo. Oh, kijk zijn trui. Van de prima. Nee, laat maar uitpraten. Wat is er mis met homo? Nee, helemaal niks. Nee. Al was het er één en heb je die niet goed behandeld, zou ik ook komen. Nou, goed. Zo is het ook. Hier stoppen we ons gesprek met Kamjaar even, want we hebben twee mensen in de studio. Zij zijn een Facebookpagina gestart. Die is in een paar maanden tijd van 300 naar 3400 mensen gegaan. En dat zijn allemaal klachten over helletats. Dat gaat over slecht gezette piercings, wondrozen in tatoeages, maar ook bedreigingen. Politie Nederland, kijk even mee, want wat gaat hier precies mis? Ik werkte bij helletats, nog niet heel lang. Ik heb er denk ik een maandje gewerkt, maar er kwamen gewoon echt ontzettend veel klachten binnen. Mensen die slechte tattoos hadden, piercings die gewoon echt scheef gezet werden. Ik ben daar weggegaan omdat ik een leerling was zonder enige juiste ervaring. En op de derde dag dat ik daar was, moest ik 3 klanten tatoeëren. En dat ging zonder begeleiding en ik werd zomaar in het diepe geforceerd eigenlijk. Ik kon niks terugzeggen van ik durf het nog niet, want ik moest ze maar gewoon tatoeëren. Alles wat daar gebeurt is eigenlijk niet steriel. Zo wordt er ook ongecertificeerde inkt gebruikt die gewoon niet toegestaan is in Nederland. Sieraden, normaal gesproken gebruik je titanium, maar omdat hij op de kosten wilde besparen, bestelde hij via AliExpress en dan kregen we chirurgisch staal, waardoor mensen allergieën kregen. Ook naalden gewoon via AliExpress besteld. Oud-werknemers die zeggen, we moeten ze zetten met de verkeerde spullen. Nee, dat klopt niet. Nee, ik niet waar. Ik gewoon bij de groothandel. En hoe ze... Het is door GGD. En wat voor staal gebruik je daarvoor? Nou, Simone. Hi, ik kan je zeggen, ik werk hier vanaf maart. Ja. En ik werk alleen maar met titanium. Ja.
En dat is het beste. Ik heb de beste opleiding in Amsterdam gevolgd bij Piercing Works. Wat er daarvoor is gebeurd, waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. Zeker, maar daar wil ik het even over hebben. Ik heb hier een heleboel foto's van mislukte piercings die gezet zijn met verkeerde spullen en mislukte tattoos. Ik ga je even daarop even een leuk antwoord geven. Ja. Ja? De piercings die je daar ziet, is heel leuk. Ja. 9 van de 10 is niet van ons. Nee, dat zeg jij. Dat weet ik 100%. Ja. Waarom zouden die mensen dat doen dan? En dat heb ik ook net ook al uitgelegd. Omdat ze je kapot willen hebben. Juist. Ja, dat is eigenlijk wat ik altijd hoor als het niet goed is. Ja, maar het is wel zo. Nou, ja. Hoe kan het dat toch mensen hierheen komen, omdat er toch mensen weten dat het kwaliteit is? Zou ik bedoel? Ja. Nou, dus. Maar er zijn ook 3,3 duizend mensen op Facebook maar die zeggen. Dat heb ik je ook net uitgelegd. Maar daarvan is 9% sensatiezoekers. De afgelopen jaar zijn wij bedreigd door Kamjar. Via WhatsApp, Facebook, gewoon bellen, krijg ik telefoontjes met bedreigingen dat hij me dood gaat schieten. Dan de bedreigingen. Nee, prima. Ja, prima. Nee. Geef je op alles een antwoord, vriend. Ja, ik heb vragen. Weet ik je te vinden. Ik heb appjes gelezen en appjes gehoord waarin jij mensen bedreigt. Nou, ik bedreig niemand. Ja. Een waarschuwing is heel anders dan een bedreiging. Nee, het is een bedreiging. Nou, sorry, ik zou niet weten dat iemand zou dat doen. Ik heb het zwart op wit. Ja, nou, dat is zwart op zin. Ik ga het je niet laten zien. Ik kan het wel toesturen, maar dan haal ik de naam er even af. Ik bedoel. Hij heeft contact opgezocht met familieleden. Daarin heeft hij ook aangegeven dat hij ze wel zou opzoeken. Op een gegeven moment had hij een prijs op ons hoofd gezet. Voornamelijk die van mij. Eerst was het €2.500, daarna €5.000 en daarna €10.000. Bij mij is het dan niet online gekomen, maar is het onderling gedaan. En heb ik dus ook van iemand te horen gekregen dat hij geld heeft gekregen voor mijn gegevens. Ja, hij deed dat onder een andere naam. Tijd dat ik daar werkte, heeft hij mij dat laten zien. Dat hij gebruik maakte van die pagina's. Merkkleding, omdat hij nepkleding verkocht. En Meredith van Zanten, die gebruikte hij voornamelijk. Als hij, dat hij mannen wilde lokken na zijn tattooshop. Voor tattoos, want hij had een heel mooie foto van een mooie dame daar op profiel staan. En dat gebruikte hij daarvoor. Laat maar die dragen mensen. Het is niet zo gek als ik mijn bon anoniem. Het is toch niet zo gek? Kap ermee. Het is toch niet zo gek dat ik mensen anoniem hou omdat jij ze bedreigt? Luister, kap ermee. Nee. Weet je waarom? Een trui die je niet aan hebt is zwart. Ja. Is zwart of niet? Is het zwart of niet? Gaan mij vragen. Is die trui zwart of niet? Zwarte trui. Dus, een dreigement is ook een dreigement. Ja? Heel simpel. Hey, wat kleus. Want wanneer de realiteit aankomt en voor jullie neus staat, ren je weg. Je bent gewoon bang. Pussy. Wil je mijn pik zeggen? Ja, hè? Heb je wel eens een buitenlander gehad? Spijt in die kont van je, je kut. Spijt op je gezicht. Maak me neuken met je vriend erbij, ja? Maar je wil die kinky ding om je nek heen. Laat maar je trekken dan. Aan je nek knijpen. Want volgens mij gaat je een beetje op mij. Voor mij is dat gewoon uitpraten. Oké, okay, dit is jouw manier van uitpraten. Ja, waarom? Want ik wil even met je praten. Ik heb niet gezegd, hey, ik ga je wat aandoen of wat dan ook. Dat hoor je niet. Luister maar. Maar dat is voor jou dus een ander ding. Een waarschuwing. Is het ook, want ik heb de politie gevraagd. Ja. Ik heb camerabewaking. Om mijn hele woning staan camera's. Ik heb geen camerabewaking thuis hangen. Maar op dit moment zit ik wel ondergedoken. Waar dan? Nee, grapje. Ik durf niet meer alleen over straten. Er is altijd iemand bij mij thuis. Hij heeft meerdere malen contact opgezocht. Heeft hij gezegd, ik ga je vermoorden. Ik heb contact in de onderwereld. En ik stuur mensen op je af. En op een gegeven moment werd dat gewoon echt te veel. Ja, en verder is het gewoon slecht slapen. Heel veel angst en paniek aanvallen. Gewoon uit angst dat hij wel ineens voor mijn neus staat. En mij of iets aandoet. Of met mijn stiefdochter erbij. Die beloningen van €2.500 en €10.000. Ja. Waarom doe je dat? Voor iemands adres? Sorry. Nee, hebben we niet gedaan. Zij hier te liegen tegen mij. Nou, ik zal niet weten. Staat er mijn naam op? Je weet wel dat het wel zo is, nee, toch? Zeker niet. Ja, je weet wel dat het wel zo is. Nee, joh. Ja. Nee, joh. Is oké, maar ik denk van wel. Ja, dat denk jij. Goed gezegd. Ja. Dat denk jij van wel. Ja. Maar ik denk ook dat jij een homo bent. Maar wat is het toch met jou en homo's? wat als ik homo ben? Maar heb ik gelijk of niet? Nee. Oké, nou, maar dan heb ik het dus mis. Ja. Mooi, maar ik mag het wel denken. Zeker. Mooi, dus dat denk jij nu ook. Dat het van mij is. En laat ik zeggen dat we het weten. Nee.
Jawel. Weet het niet. Luister, ik weet ook dat je mensen bedreigt en ik weet ook dat je mensen achterna zet. En ik weet ook dat er 3300, dat is dom. Ik weet ook dat er 3300 mensen zijn die een Facebook hebben. Ik weet ook dat er mensen zijn die bij je gewerkt hebben die zeggen het deugt niet. Allemaal toeval dat deze mensen dit zeggen. Allemaal om jou en je zaak van je te krijgen. Het is ook een factor dat mensen het ook niet gunnen. Marije, iedere keer als dit aan de hand is, krijg ik dit lulverhaal. Ja, klopt, altijd zo. Krijg ik dit verhaal, dan houden we het daarbij. Die mensen hebben een hekel aan jou en willen jou kapot maken. Ja. Nou, helder verhaal. Graag gedaan. Ja. Zal nog steeds wat mijn geaardheid hiermee te maken heeft? Absoluut niet. Ik ben zelf open-minded. Nou, zo klink je ook. Eigenlijk ben je een van de meest open-minded personen die ik afgelopen tijd ontmoet heb, merk ik. Ja, dat mag ook zeker. Ja. Nu je het zo zegt, denk ik ook, ja. Misschien heeft toch iedereen wat tegen je. Als ik het niet zo goed voor elkaar had, zou ik denk ik een Facebookgroep oprichten, omdat ik jouw succes niet trek. Nee, maar het is dat niet succes alleen, hè? Nee, maar... Het is niet dat succes alleen. Nee, maar voor mij geldt wel dat echt alleen. Ja, dat is jouw mening, dat is jouw gedachte. Ja, ja, precies. Iedereen heeft in Nederland gelukkig een vrije mening. Ja. En wat doen we dan? Dan gaan we onze mening uiten. Zo en zo en zo. Ik ben heel eerlijk gezegd, dat moeten we niet willen. Sorry? Dat moeten we niet willen. Nee, zeker niet. Nee. Maar ja, het gebeurt wel. Ja. Laten we eerlijk zijn. Het is heel bizar, want ik heb nog nooit gehad dat ik in een gesprek stond en dat ik halverwege dacht, hij heeft gewoon gelijk. Ja, goed. Wat een guy. Ja, maar dat kan toch? Ja, ik heb toch een oorkon hebben. Dat hoort bij ons programma. Ja. De geld verdienen door mensen te verminken om vervolgens iedereen te bedreigen die daar commentaar op heeft, is echt een nice idee voor een succesvol bedrijf. Dus gewoon voor de sfeer, om onze vriendschap te bezegelen. Ik heb wel een mooi shot met ons, met dit. Nou, en succes bij het politievoor over 2 weken en met de rechtszaken die volgen, denk ik. Ja, dankjewel, man. Ja. Niet vergeten, ik hou van jou. Ik ook van jou, jongen. Ik vind het wel grappig, man. Serieus. Laten houden. Succes met alles. Ja, dit is elke keer hetzelfde met deze man. Die snappen het gewoon niet. Altijd hetzelfde verhaal. Iedereen is tegen mij. Ja. Ik moet er even bij zeggen, de mensen die daar werken, dat zijn ongetwijfeld mensen die of misschien kundig zijn of de beste bedoelingen hebben. Nee, dat is ook zo. Dat moeten we even erbij zeggen. Ja. Maar hij heeft er een mooie Maserati van gekocht. Ja, dat misschien leuk als Dave Roelvink er een stukje in gaat rijden. Oh, dat is wel een goed idee. Zelfs een kleur. Ja. Dat is wel waar. Een stuk beroemder. Ja. Ja, ja, kijk maar hoe leuk je dat vindt over een paar weken. Wat zeg je nou? Publiciteit is reclame. Alsjeblieft, mensen. Hele Ted Studio. Volgens hem verminken we mensen. Kijk maar op Hele Ted's pagina, kijk de fotoalbum en dan beoordeel het zelf. Meer kan ik niet zeggen, man. Ja, dus omdat je reclame maakt met tattoos die jullie niet maken? Nee, 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 we maken alles zelf, want er staat namen van de artiesten erbij. Hey. Ik heb ze hier toch voor me? Ja, dat zijn er 2. Maar het zijn er 4. Nee, oké, 4. Maar ik heb 100.000 getatoeëerd. Ja, 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 zo. Nee, 10.000. Nee. Waren er 10.000. 100.000. Maar dit is dus, dit is de guy. Ja. Dit is leuk, man. Wat nu? Ja, dat is het een beetje. Ik weet het ook niet zo goed. We kwamen er niet uit met hem. Nee, we komen er niet uit. Nee. Dat is 1. Maar we hebben hem wel op het vizier nu. Ja, dat wel. 2. Dus eigenlijk willen we meer over hem weten. Ja. En met meer bewijs. We hebben al heel veel, dat heb je net allemaal gezien. Ja. Maar kom maar door, boze@bnnvara.nl. We moeten nog wat op te lossen hebben. Ja, precies. Deze man gelooft namelijk echt dat de hele wereld tegen hem is. De hele wereld is tegen hem. Deze guy is in ieder geval niet aan het rechte eind. Goed dat mensen sowieso weten, ja. Toch? Wat voor guy dit is. Ja, weet ons te vinden. Ja. En Karjan, als je kijkt, het is maar een waarschuwing. Maar we pakken je. Ja, dat was Kamjar. Leuk vent. Geen idee wat hij allemaal bedoelde met homootje. Maar feit blijft, hij kan ontkennen, maar de verhalen zijn waar. Ondertussen zijn er wel wat vorderingen, kijk. Goed, even een paar updates nog. Aangaande de zaak van justitie. Daar is nog niet heel veel schot in de zaak, maar dat loopt nog wel, dat onderzoek bij de politie. Dan is er natuurlijk die Facebookpagina van ene Meredith van Zanten, wat Kamjar zelf gewoon is. Die is verwijderd de dag nadat wij zijn gekomen. Dan nog even de vraag, hoe weten we nou dat hij dat is? Nou, bijvoorbeeld dat hij dingen postte met zijn eigen telefoonnummer in de post, waar die zei, bel mij voor dit en dit en dit. En jij stuurde mij nog een mailtje, Kamjar, want ik richt me even tot jou, waarin je zei, kunnen we dit op een menselijke manier oplossen? Dat hebben we geprobeerd voor jouw deur. Jij wilde er niet aan meedoen. Dus bij deze, dit is het geworden. Voor nu, back the fuck off. Laat die meiden met rust voor altijd. Doe je zaken gewoon netjes. Regel dat zelf. En succes in de rechtbank. Dus Kamjar, back the fuck down. En kijkers, hou je tattoos en piercings bij een goede shop. Ook boos, mail boos@bnnvara.nl. En de groetjes. Hallo? Ja, ik moet even denken. Ik heb helemaal niks. Abonneren moet je het over hebben. Hè? Liken, duimpjes omhoog. Instagram volgen voor updates over oude zaken. Ja, ja, ja. Zijn we er wel in, toch? En nog een video kijken van ons. Oh, dat was nog. Hem. Ja. Oh, ga je nog een weekend? Zuipen.
Tot volgende week.